Wij staan bovenop een van de dekken van Knooppunt Vlaardingen. Ik ben Wesley Hendricks, werkvoorbereider van de Knooppunt Vlaardingen. En dit knooppunt sluit de A24 Blankenburgverbinding aan op de A20. Momenteel staan wij hier bij de ingang van de onderdoorgang. En hier gaat het verkeer van Hoek van Holland richting Rotterdam. Het dek wat u hierboven ziet, is dit dek. Dat is eigenlijk de verbindingsboog van Rotterdam richting Rozenburg. Hiernaast komt de andere verbindingsboog. Deze verbindingsboog zal hier langs lopen richting Rotterdam. Naast deze verbindingsbogen hebben wij nog twee andere verbindingsbogen. Enerzijds de verbindingsboog van Hoek van Holland richting Rozenburg. En de andere onderdoorgang van Rozenburg richting Hoek van Holland. Dit knooppunt gaat er anders uitzien dan andere knooppunten. Wij leggen deze verdiept aan, zodat deze zo min mogelijk opvalt in de omgeving. De verbindingsbogen gaan dus de grond in of komen op ongeveer hetzelfde niveau als de huidige A20-tunnel. Ook de rijbaan richting Rotterdam leggen wij verdiept aan. Deze bouwen we nu naast de huidige A20. Achter mij zie je de verbindingsboog die onder de A20 doorgaat en aansluit op de rijbaan richting Hoek van Holland. Je ziet dat de verbindingsboog hier ophoudt bij de huidige A20 en dat we het stuk wat onder de A20 komt nog moeten bouwen. Omdat het verkeer tijdens de bouw gewoon door moet kunnen blijven rijden, zullen wij in een aantal stappen het verkeer omleggen. In de eerste stap zal het verkeer richting Rotterdam in deze verdiepte ligging aangelegd worden. Door deze verlegging ontstaat er ruimte tussen de twee rijbanen. Hierdoor kunnen wij het volgende stukje van de verbindingsboog bouwen. Hier hebben wij precies 8 weken de tijd voor. Deze 8 weken is heel kort en daardoor zullen wij dag en dag doorbouwen. Eind juli verleggen wij de rijbaan richting Hoek van Holland op zijn nieuwe locatie. Hierdoor hebben wij de ruimte om het laatste stukje van de verbindingsboog te realiseren. Wij hebben veel vragen ontvangen over waarom de palen zo hoog stonden langs de A20. Nou, hier hebben we een van deze palen. Die hebben we een heel stuk ingekort. De palen stonden hoog omdat wij de wapening die hier bovenuit steekt willen gebruiken in de plaat, de betonnen plaat die hier bovenop komt.